Dit is Gerard. Gerard is 25 jaar oud en woont samen met zijn partner in Veendam. Gerard probeert al een tijdje met zijn vrienden af te spreken, maar iedereen heeft het te druk. Gerard wil graag afspreken bij de plaatselijke kroeg, omdat dit dicht bij huis is. Maar zijn vrienden willen hier niet heen, omdat zij zich te jong voelen. Op een avond spelen Gerard en zijn partner gezellig spelletjes, totdat Gerard een ingeving krijgt. Hij wil een pubquiz organiseren in Veendam. De volgende dag stuurt hij naar zijn vrienden een appje en vertelt over de pubquiz. Maar zijn vrienden zijn niet erg enthousiast. Gerard voelt zich moedeloos en gaat naar de plaatselijke kroeg. Hij zit aan de bar wanneer de eigenaar een praatje met hem komt maken. Van het een komt het ander en Gerard vertelt over zijn idee. De eigenaar is erg enthousiast en wil hem graag helpen. Gerard en een vriend hebben afgesproken en bespreken zijn ideeën over de pubquiz. Zijn vriend is erg enthousiast en wil via zijn werk bij RTV Noord de pubquiz een nieuw leven inblazen. Er wordt weer een pubquiz georganiseerd bij de plaatselijke kroeg in Veendam. Dit keer met hulp van RTV Noord. De pubquiz is een groot succes en de deelnemers, waaronder de vrienden van Gerard, zijn erg enthousiast. In Veendam en omstreken wordt veel gesproken over de pubquiz. Steeds meer mensen uit andere dorpen vinden het jammer dat ze hierbij niet aanwezig waren. RTV Noord komt met een aanbod bij Gerard om de pubquiz nog groter te maken. Dit om niet alleen zijn vriendengroep bij elkaar te brengen, maar ook andere mensen uit de provincie. En zo was Battle of the Bars geboren. Een provinciale kroegenwedstrijd waarbij je als team zoveel mogelijk punten haalt bij een pubquiz vol actualiteiten. Dus als een speler het nieuws volgt, kan hij zoveel mogelijk punten halen.